Hoi en welkom bij een nieuwe video. Het is donderdag, het is bijna 11 uur. Ik heb om 11 uur afspraak bij het Turkse consulaat hier in Deventer. Ik ga even mijn nieuwe Kimlik ophalen. En het komt super goed uit, want gisteren kreeg ik een bericht dat ik hem kan ophalen. Gelukkig kon ik voor vandaag een afspraak maken. Ook nog op tijd afspraak maken, want ik vlieg straks naar Istanbul. Ik heb 4:45 een vlucht vanuit Amsterdam naar Istanbul. En ik ga echt met een hele moeilijke en een emotionele gevoel naar Turkije. Want ik had gisteren een hele emotionele dag. Mijn broer die is plots opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege corona. Hij kwam zuurstoftekort en dat doet wel pijn, want ja, mijn broer, ik weet niet, al praat ik niet veel over hem in mijn vlogs of wat dan ook, mijn broer is echt gewoon mijn alles. En mijn broer die is gewoon een soort van een vader die ik nooit heb gehad. Ik wil echt niet huilen, maar ik probeer niet te huilen, want ik heb gisteren zoveel gehuild. Echt. Ik heb gisteren echt een hele zware dag gehad. En we zouden sowieso niet meer gaan naar Istanbul. Maar alhamdulillah, het gaat goed met hem. Vanochtend had ik nog zoiets van, oké, stel dat het in de nacht niet goed is gegaan, dan ga ik niet. Maar ik ben echt blij dat hij het goed doet. Hij krijgt heel veel vocht toegediend. Antistoffen, want hij was niet gevaccineerd. En ja, het gaat stukken beter. Dus ik kan gewoon met gerust hart vertrekken. Maar mocht ik één telefoontje krijgen van het gaat iets slechter of wat dan ook, daar ga ik niet van uit. Dan ben ik degene die de eerste vlucht pakt en tegelijk terugkomt. Want ik kan me geen leven voorstellen zonder mijn broer. Mijn broer is gewoon echt mijn alles. Jongens, we worden gebracht naar de airport, naar Schiphol. Mochten jullie een keer veilig jullie auto willen parkeren. Het is voor een vliegtuig. Oh. We gaan nu lekker inchecken. We gaan lekker op vakantie. Ja. Weg hier uit het land. Ja. Ah, oh, dat is lief. Dankjewel. Dank je. Waar ga jij heen, Ada? Waar ga je heen? Hij hoort mij niet. Zijn. Doei jongens. Nee, ik heb hier een sapje. Laat me drinken, maar die is lekker, is met aardbei. Ja. Het is een beetje warm hier, hè? Je bent helemaal rood. Zijn, vind jij je eten niet lekker? Nee. Nee, is het te gezond, baby? Is het te gezond? Ja. Vind je niet lekker? Nee? Heb je een bad hier? Chillen. Dat is nice. Ja. Mama, iPad. iPad, we gaan slapen, jongen. Nou, jongens, dit is onze kamer. Super mooi. Hoe is ons uitzicht, Ash? Ik heb het nog niet gezien, maar het ziet er wel mooi uit. Ja? En nu zie je bijna niks. Nee, je ziet bijna niks. Kijken we morgenochtend wel even. Nee. Nou, wij zijn aan het ontbijten in het hotel. Is het lekker, Zijn? Ja. Super mooie uitzicht hebben wij. Dat is gewoon echt een villa. En een gezelligheid. Nou, een hele goede morgen nogmaals. We zijn net terug van ontbijt. We moesten eens even gaan fitnessen. We moeten zijn programma doen. De kids zitten even op de iPad. En jongens, vandaag is de dag heel anders gelopen. Ik had eigenlijk vandaag vanaf 9 uur in de ochtend afspraken bij fabrieken. Dus om 9 uur had ik mijn eerste afspraak bij nummer 1 fabriek. En ik had eigenlijk 5 afspraken vandaag. Dus ik zou
5 fabrieken langs gaan. En ik had ook vandaag via Mehmet transfer geregeld. Dat is een chauffeur of een transfer die we altijd boeken als we hier in Istanbul zijn. Dus we hadden hem eigenlijk voor de hele dag geboekt. Maar we kwamen pas gisteren om 2:00 in de nacht aan hier in het hotel. En ja, we konden gewoon niet opstaan. En de kinderen die sliepen ook zo diep. We waren zo moe. En ook denk ik door die stress die ik heb gehad de afgelopen dagen. Ja, vanwege mijn broer. Ja, merkte ik gewoon dat ik vanochtend echt helemaal kapot was. En ik kon gisteren ook best wel moeilijk in slaap vallen. Dus ik sliep pas rond 4:00. Omdat ik continu aan mijn broer moest denken. Maar ja, dus vanochtend werd ik wakker, ik heb wekker uitgezet, ik heb gelijk de chauffeur gebeld van sorry, als je nog niet bent vertrokken, laten we het verplaatsen naar morgen. Dus ik ga morgen gewoon naar een paar van de fabrieken toe. En die fabrieken zitten ook best wel ver uit elkaar. En zoals je weet is Istanbul heel groot. Dus wat we vandaag gaan doen is een beetje rustig aandoen. We gaan gewoon denk ik naar de Istinye Park, want Istinye Park is hier om de hoek. Ons hotel zit heel erg dicht bij Galatasaray Stadion en Istinye Park. Dan weet u ongeveer waar het zit. Wij zitten in Maslak, in de wijk Maslak. Maslak, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Ja, wij gaan dus vandaag even rustig aandoen. We gaan even naar Istinye Park. Gaan we een beetje even... soort van, ja, lekker even lunchen daar, lekker genieten, lekker langs een paar winkels. Ik heb ook heel weinig kleding meegenomen, omdat we allemaal hier wilden gaan shoppen. Ja. Kunnen. En ik ben natuurlijk mijn haar aan het stylen met de styling van Mieke Amsterdam. Nou ja, ik ben al klaar eigenlijk. Want ik had best wel statisch haar en het ging alle kanten op en het zit nu wat lekkerder, laat ik het zo zeggen. Ik heb voor het eerst deze travel bag of hoesje meegenomen en ja, dat was wel fijn om hiermee mijn steltang in de koffer te doen. Die krijg ik by the way bij de aankoop van de steltang. Ik heb deze blush van Benefit. Voor het eerst uitgeprobeerd en opgedaan en ik vind hem zo mooi jongens, een beetje peachy en dit is in de kleur Sunny Golden Pink Blush. Dat staat hier, hij is zo mooi, er zit ook een beetje highlighter in, echt super nice. En ik heb ook voor het eerst de Pore Super Setter gisteren gebruikt, omdat ik dus ging reizen en mijn make-up zat echt de hele dag super goed. En deze is ook van Benefit, by the way. Echt, en hij ruikt ook zo lekker. En wat ik zo erg fijn vind hieraan is dat hij niet plakt. En voor de dames die willen weten welke lipliner combi ik heb gebruikt. Dit is een set die ik laatst heb gehaald bij de Douglas van Kylie Cosmetics, van Kylie Jenner. En dit is de 700 Bare. En dit is de potlood die je erbij krijgt. Dus dit is een set. Echt ook een hele fijne lippenstift. Want ik heb ook die andere die een beetje wat roziger is qua kleur. Oké, en by the way, als foundation heb ik deze gebruikt. Thanks to Serenay. Dit is in kleur medium. Kun je bij de Issy Paris halen. That's it. Dat is eigenlijk mijn make-up. Mijn wenkbrauwen, ja, die zijn gedaan door Ghazal. En ik heb van Queen Tarzi. En ik heb van Queen Tarzi de Royal Liner in bruin. Rich Brown heb ik aangebracht. En ik vind hem echt super nice. Ik vind hem zelfs mooier dan de zwarte. I don't know why. Maar hij is echt heel mooi. Ben je lekker aan het chillen? Ja. Ja? Ik wil jullie even mijn uitzicht laten zien. Good morning Istanbul. Oh my god. Als ik naar buiten kijk voel ik me zo gelukkig. Zoals jullie weten wil ik ook heel graag emigreren naar Turkije in de toekomst. Mocht dat kunnen. Ja, heel veel Turkse vlaggen. Jij gaat heel veel Turkse vlaggen zien Arda. In Turkije hangen overal Turkse vlaggen bijna. Echt. Maar ja, waarom zou ik in Turkije willen wonen? Ik weet niet. Ik vind het gewoon geweldig. Het leeft hier.
altijd. En dat vind ik gewoon leuk. En ik heb heel erg het gevoel dat wij in Nederland echt alleen maar werken om... om onze vaste rekeningen te betalen. En het wordt alleen maar duurder en duurder. En voor de rest qua... Ja, ik weet niet. Het is zo saai of zo. Sinds dat ik een jaar in Turkije heb gewoond, zoals jullie weten ben ik ook niet opgegroeid in Nederland. Maar sinds dat ik een jaar in Turkije heb gewoond, heb ik echt heel erg het gevoel dat ik me niet heel erg gelukkig voel in Nederland. En ook omdat, ja, gewoon qua werk en ook hoe meer je verdient, hoe meer je belasting betaalt. Het is gewoon allemaal niet leuk. En er zijn natuurlijk ook heel veel voordelen. Ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik heb deze Yeezys aan. Dit waren een van mijn eerste paar Yeezys. En dit zijn by the way ook mijn favorite schoenen. Kijk. Wat? Moet ik jouw schoenen ook laten zien? Yeah. Oké. Okay. Ik heb een spijkerbroek aan van Zara. Ik heb hiervan de link al heel vaak gedeeld. Ik heb een kooltrui aan van de H&M. Ook van de nieuwe collectie. En ik heb deze jas aan. Deze had ik thanks to benefit event gewonnen. De code is van Studio AR of AR. Guys, ik kom echt net achter dat ik deze jas dus aan twee kanten kan aandoen. Kijk hoe leuk. Ik kom daar echt net pas achter. Dit is helemaal teddy. En ik ga hem misschien morgen even anders om aandoen. Even omdraaien. Dus ik kan hem aan beide kanten dragen. Dat is echt vet cool. Oké, nu praat ik echt weer te veel. Wij gaan naar Istia Park en ik neem jullie een beetje mee. Even parfumeren. Met een van mijn favoriete parfums ever. Ever, ever. En ik wil nog mijn lipstick meenemen, that's it. Deze oranje bandje komen. Eindelijk halal KFC eten. Woehoe. Ben je blij? Ben je blij? Ben jij blij? En hier kun je gewoon bij de KFC eieranden krijgen. Zo leuk. Dat is leuk hè Moes? Ja, finally. Een hele goede morgen. Dag 2 in Istanbul. Vandaag is het zaterdag en beneden staat Mehmet op ons te wachten. We hebben hem geboekt voor de hele dag. Dus de hele dag hebben we een transfer, dus dat is echt fijn. Ook als wij straks gaan shoppen, want we willen naar Nishantasje of naar Kapalle Charge Grand Bazaar. Dan kunnen we gewoon de tassen en zo bij hem in de auto doen. Maar ik heb hem vooral geboekt omdat ik dus vandaag mijn zakelijke afspraken heb. Vandaag ga ik langs 4 fabrieken. Alle 4 fabrieken zitten helemaal verdeeld over Istanbul. Dus we moeten nu helemaal daarheen, dan daarheen. Ik weet zelf niet eens welke plaatsen die allemaal gevestigd zijn. Maar ik heb al die adressen doorgestuurd naar hem. En hij heeft een soort van een route gemaakt. Maar ik ben zo zenuwachtig voor de afspraken. En ik hoop echt dat ik een van de 4 fabrieken gewoon echt top vind. En ik heb op de maandag ook nog een paar afspraken bij andere fabrieken die in het weekend dicht waren. Maar ik neem jullie gezellig mee. Mijn outfit of the day. Ik heb een leren broek aan van de Zara. Ik heb deze boots aan van de Zara. By the way, de sokken die ik hierin heb. Deze zijn van Gucci. Die heb ik echt long time geleden gekocht. En deze top is ook van de Zara. Deze had ik voor mijn verjaardag als cadeau gekregen. Ik neem vandaag deze tas van Bottega mee. Deze draag ik bijna nooit. Maar ik dacht vandaag is het wel leuk. Want we gaan vanavond misschien bij Nusret uit eten. Weten we nog niet misschien. Als we er zin in hebben straks. Jongens, hebben jullie lekker geslapen? Jij bent toch boeboe van mama? Allebei boeboe. Allebei boeboe. Vandaag waait het best hard hoor, Moes. Het gaat waait best wel hard. Wacht even, Arda. Ik ga het doen.
Ik wil ook een sterrenhemel in mijn auto. Kijk hoe mooi het is. Jij ook? Wilt die auto? Als je later groot bent, eigenlijk, moet je keihard werken. En dan kan je een auto halen met je sterrenhemel. Is dat croissant? Ja, is dat normale croissant? Normale croissant, ja. Sade, ja. Ja. Normale doen? Ja. Eén of twee? Één. Zeker? Ja, ga je eten? Croissant. Doe maar misschien ook voor mijn mensen. Ik niet anders. Drinken? Ja. Nou, we hebben net ontbijt gehaald. Bij Levent Burg. Gaan we eten, jongens? Hebben jullie zin in? Ja? Zie je dat? Zin, kijk maar naar buiten. Kijk, we gaan ook naar die moskee. Zie je die moskee daar beneden? Beneden? Daar gaan we ook heen. Kijk maar naar buiten, zie. Kijk, dat is Istanbul. Je bent op de trap van Dennis de huis soms. Ja. Ja. Vandaag hier ook masker zetten. En hoe vond je het gaan? Hoe ging het? Ja, ik weet niet. Het voelt heel raar, zeg maar. Het is gewoon anders. Echt iets wat ik de hele tijd in mijn hoofd had. Mm-hmm. En nu hebben we de eerste afspraak al gehad. En ik vond het gewoon een beetje awkward om daar te gaan vloggen. Dus ik heb een beetje stiekem gevlogd, want ze leken het wel allemaal zo zakelijk. Ja, klopt. En, maar het voelt goed. En ik denk dat dit hier had ik al een hele goede gevoel bij. Ja? Heel erg, ja. Ja, dus de eerste afspraak is geslaagd. Door naar de tweede. Door naar de tweede. Nummer twee nu. Nummer twee. Tot straks, jongens. Abigurtjes. Nou, Arda en Zeen en papa gaan even terug naar het hotel. Dus ik ben nu bijna bij fabriek nummer 4. Ik zou hierna nog naar eentje gaan, maar dat redden we niet meer. Omdat vandaag is zaterdag, ze gaan wat eerder dicht, maar door de traffic is het ook echt niet normaal hier in Istanbul. Hoeveel tijd het kost om die 22 kilometer te rijden. Bijna anderhalf uur hebben we nu overgedaan van nummer 4 naar 5. Alleen van 3 naar 4, oh my god. Ja, van 3 naar 4. Terwijl het maar 22 kilometer rijden was. Echt niet normaal. En de fabrieken liggen ook echt allemaal verspreid zo. Die zitten niet dicht bij elkaar. En Arda, Zeen en Mustafa die zijn terug naar het hotel zoals jullie zagen. Een tijdje geleden, 2 uur geleden inmiddels. Want Arda die is echt autoziek. En die was heel misselijk en heeft overgegeven. Echt zo zielig. Maar ik heb best wel veel tips via DM berichten binnengekregen wat ik kan gebruiken en zo. Dus die zijn lekker aan het chillen in het hotel totdat mama klaar is. Nou, hier heb je ook allemaal verschillende bedrijven. Ik ga stuk. Kijk hoe laag die plafond is. Ik ben zelf 1,63 en ik bezit al bijna tegen die plafond aan. Als je 1,90 bent of zo, dan moet je hier echt niet staan. Oh my god. Ik kan nog steeds niet wennen aan deze liften. Waarom gaat hij niet? Oké, daar gaat hij. En ik vind het zo eng hier altijd in dit soort liften. Ik denk altijd, oké, als elektriciteit uitvalt, ben ik alleen. Helemaal alleen. But it's okay. Oké, dit is mijn laatste gesprek en ik heb er super veel zin in. En ik ben ook echt moe, merk ik aan mezelf. Door dat gereis de hele ochtend en middag. Het is al bijna einde van de middag. Het is nu 17:09.
hele leuke boutiquejes. Je hebt hier ook winkels zoals Hermes en Chanel enzovoort. Dus van die luxere merken. Maar je hebt hier ook echt hele leuke boutiquejes. Waar je ook echt heel veel leuke dingen kunt scoren voor een leuk prijsje. Ik ben zelf heel erg fan van dat soort boutiquejes hier in Turkije. In Turkije ga ik eigenlijk nooit naar wat luxere merken ofzo. Maar ik vind het hier niet waard, want het is hier ook ten eerste duurder. Als ik in Istanbul ben of in Turkije ben, vind ik altijd heel erg leuk om heel veel boutiques op te zoeken. En ik krijg dus heel veel de vraag van waar in Turkije vind jij het altijd leuk om dingen te halen. Dat is dus in Nişantaşı. Ik laat me altijd afzetten bij de City Center. Dat is een mall hier in Nişantaşı. En als ik daar ben afgezet, dan ga ik gewoon een beetje een soort van rondjes lopen. En ja, dat soort dingen. Ik zie hier met heel veel foto's maken. En ik vind het hier ook altijd heel gezellig. Ik heb hier ook wel een paar boutiques waar ik altijd graag kom. En die ga ik vandaag ook even voor jullie op beeld zetten. En anders post ik sowieso even de namen daarvan onder deze video. Ik dacht dat ik even een boutique zag die ik heel leuk vind. Kijk, deze vind ik ook heel leuk. BSL. Die ook. Nice boutique. Deze is ook leuk. Daar heb je dus een Adidas winkel. Ivy Park. Ik ben echt benieuwd naar de nieuwe collectie van dingen. Nou ja. Je hebt hier van alles en nog wat. Maar qua traffic is het gewoon echt een drama. Om hier eruit te gaan. En heel veel chauffeurs zeggen zelfs van, soms van, nee, we komen niet. En daar, waar die vlaggen hangen, daar is die Cities. Dat is een overdekt winkelcentrum. Dus ik laat me altijd daar afzetten. En dan ga ik gewoon zo die andere kant op naar beneden. Zoals jullie zeggen, die winkeltjes daar, daar ga ik altijd naar het heen. Maar er zijn heel veel boutiques hier. En ik vertel jullie dit uitgebreid omdat ik echt heel veel de vragen krijg over waar ik het liefst kom qua winkels. En andere dagen ga ik naar andere wijken in Turkije. Daar heb ik ook een paar boutiques zitten, maar die zijn niet hier in de buurt. Dus daar ga ik gewoon een andere dag naartoe. Oké, doei. Jongens, waar gaan wij nu eten? Naar de Simitserai. Nee. Waar? Naar Simit. Wat doe jij dan? Een hartje. Dat is lief van jou, dankjewel. Waar gaan wij eten, Arda? Dit is een waar gaan wij eten? Bij Dubai. Bij Dubai. Wie weet waar wij gaan eten? Bij Burak. Ja, Burak of? Of? Nusret. Ja, we gaan of bij Burak of bij Nusret eten. Want we horen net van Mehmet, AB, van de chauffeur, dat Nusret heel druk is vandaag. Omdat het zaterdag is. En ook heel veel mensen die, omdat het eerste kerstdag is toch, heel veel mensen, heel veel toeristen gaan zeker daar kerst vieren. Kerst, ik mag niet toe. Ja, maar er zijn, jawel schat, er zijn ook hier mensen die hier niet moslims zijn en die wel kerst vieren. Wat? Nee, doe normaal. Dit is toch een... Hier is een moskee. Allemaal mensen zitten in een moskee. We hebben vier moskees en alle mensen in Turkije zitten. Verschil moet er zijn. Kijk zijn theorie. En kijk deze. Twee. Gaat het? We hebben een Lamborghini gezien. Ja? En wat heb je nog meer gedaan? Mercedes die heel snel zijn en die heel veel gaan doen. Wij was vandaag weer ook ochtend in deze auto. Ja. En mama het werk. Ik heb kerstvakantie. We zijn in Istanbul nu.
we zijn met een 3 dagen geleden vertrokken naar Istanbul van Amsterdam Schiphol. We hebben ons auto gepakt bij de busje. Ergens bij de parkeerplaats. Ja. Heel dichtbij Schiphol. Ja, je kan echt goed vloggen, Arda. Moeten we een vlog van jou maken? Wil je dat? Ja, hè? Je vraagt er al heel lang om, hè? Ja! Ja, we kunnen dan hier gaan. Wat heb je? Misschien heb je gedaan. Ze zijn even aan het kijken of er een plek is voor ons. Zonder dat we buiten hoeven te wachten. Dat is brood. Dat is hele lekkere brood. Proef maar. Kom maar bijten. Ga eens bijten. Brood. Wat komt daaruit? Hotelkamer en ik heb vanochtend mijn haar gewassen met een paar producten die ik gisteren vanuit de fabriek heb meegenomen en ik moet heel eerlijk toegeven dat ik nu al helemaal verliefd ben, want ja, ik weet niet, ik heb mijn haar niet eens gestyled daar, en ik merk gewoon dat mijn haar heel veel shined en ja, ik ben heel erg tevreden, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk een beetje te tevreden dat ik denk van dat kan juist fout gaan. Daarnaast, zoals jullie zagen, zijn we naar Nishantasje geweest gisteren. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik heel weinig op de video heb gezet gisteren qua boutiquejes. Omdat ik ook echt letterlijk maar uiteindelijk naar 1 boutique ben gegaan naast die winkel van Nocturne. Omdat wij zo moe waren. Dus uiteindelijk vanuit Nishantasje zijn we gelijk doorgegaan naar Boerak om te eten. En het was wel leuk, want dit was de 2e keer dat ik bij de Boerak naar zijn restaurant ben geweest. De eerste keer was in Dubai en het was echt zo over de top. Echt een hele mooie restaurant. Echt zo'n 5-sterren restaurant. Ja, het kan ook bijna niet anders in Dubai. Tenminste, als je zo'n bekende naam hebt. Hier in Istanbul was die restaurant zeg maar echt tegenovergesteld. In de zin van, het was gewoon echt zo'n... Down to Earth restaurant. Volgens mij was dat ook zijn eerste restaurant, als ik het goed heb. Ik ga sowieso één van de aankomende dagen ga ik weer terug naar Nishantasje. En dan ga ik echt langs al die boutiques, want daar heb ik gewoon echt tijd voor nodig. En dan ga ik even zonder kinderen, want de kinderen vinden het daar echt 3 keer niks. Zeg maar al die boutiques, wat ik ook wel gewoon begrijp. En dan ga ik wel met jullie... al die boutiques die ik in Nishantasje geweldig vind met jullie delen. Het zijn er niet veel hoor. Het gaat om een stuk of 3 of 4 max, denk ik. Ik ben vandaag wakker geworden met een super fijn gevoel. En dat ik denk van dat ik wel een beetje weet met welke fabriek ik in zee wil gaan. Want bij de ene fabriek merkte je dat het een beetje om dit ging meer. Bij de andere fabriek merkte je dat zij bijvoorbeeld niet een uitgebreid assortiment hadden. Dat ze maar voor mij maar een bepaald aantal producten konden maken. En ik heb liever dat ik gelijk 1 fabriek heb die gewoon vertrouwd voelt. En ook gewoon voor mij echt een breder assortiment kan maken. Bijvoorbeeld een hair conditioner, shampoo, een haarmasker, een heat protection spray. Dat wil ik ook gaan doen. En een haarverzorgende serum of een olie. Een beetje hotel filmen. Hoe het een beetje eruit ziet. Het is echt een hele mooie hotel. Kijk. Hi liefie. Ja, is goed. Hi. Ik kan mijn handje geven. Ja, hij moet even, papa moet even geld wisselen. Beste. Zijn is de allerbeste.
Zijn is de allerbeste. Wat willen jullie laten zien? Dan heb je ook winkels in het hotel. Ho ho ho! Nou, wij zitten in de taxi. En we staan alweer vast. Niet normaal. Maar we zijn er bijna, hè jongens? Ja, hè? Heb je er zin in? Ja, hè? Mama ook. Nou, dit lijkt toch net nep. Kijk hoe mooi, jongens. Niet normaal. Nou, we zijn lekker aan het eten. Heel rustig. Nou, ik heb een broodje met avocado genomen en salade. En het ziet er heerlijk uit. Ja. Kijk, hier gaan we naartoe. Venetia Outlet. Ja, is groot, hè? Veel taxis en zo. Nou, wij zijn hier voor het eerst, hè Moes? Ja. We zijn hier nooit geweest. Niet? Oh, ja, we gaan hier naartoe, baby. Ja, we gaan hier naar binnen. Ja. Gezelligheid, wist die? Gezellig. Hoor jij die? Kappelbos. Dit is een orde. Dit is een orde. Dit is een orde. Dit is een orde. Dit is een lekker hè jongens? Gelim, gelim buraya, gelim. Ja. Say hello deze from Istanbul. Lekker bij de outlet. En waar zijn we nu? Bij Roman. We zijn nu bij Roman. Ja. Oh, ben ik al aan het. Ja. Hallo allemaal. Oh nee, ik durf dit niet. Wij zijn nu in Istanbul. Kervansarai. En we gaan straks heerlijk eten. We hebben ontzettend veel honger. We hebben wel een uur moeten reizen hier naartoe. En de mannen nog meer, hè Moes? Ja, ja zeker. Lekkere metro gepakt. Metro en taxi. Maar we gaan wel heerlijk eten. Ja. We hebben er zin in. Yes. En hebben jullie er ook zin in, jongens? Ja. Naast wie zit jij, Arda? Naast de leukste these, zeg eens even. Naast de leukste these van de hele wereld. Goed zo. En hoe heet die leukste these van de hele wereld? Goed zo. En Zee, tegenover wie zit jij? En oh ja, en dat is de liefste mama van de? Echt hè? Weet je mama? Mama? Ja, lieve. Laat even zitten. Ga nu beginnen. Ga nu zijn nieuwe voet. Een hele goede morgen. Mijn outfit. Deze jas heb ik gisteren bij Cotton gescoord. Bij de outlet, bij Venetia Outlet. Ik ga even nu alleen naar Nishan tasje. Ik ga even langs een paar boutiquejes. En Moes en de kids die gaan lekker zwemmen. Die hadden geen zin om mee te gaan. Dus ik ga even snel kijken of ik een paar leuke items kan scoren. En dan ja, laat ik jullie hopelijk al die boutiquejes even snel één voor één zien. Nou, we zijn aangekomen in Nishan tasje. Het is hier zoals altijd heel erg druk. Ik moet echt een beetje op tijd zijn hier. Dus ik ben wel op tijd vertrokken. Guys, kijk hoe leuk deze spot is.
om leuke foto's te maken. Het ziet er zo leuk uit, Nok Istanbul. En daarnaast heb je ook een hele leuke boutique. Maar dit is echt een hele leuke plek hier. Ik ben aangekomen in het hotel en ik denk dat ik even straks of een aparte vlog of iets ga doen, maar dit heb ik vandaag geshopt. Nou, ik ben back, zoals jullie hebben gezien. Jongens, ik ben echt keihard in de lobby gevallen toen straks. Dat is zo grappig. Ik liep met al die tassen zo, voordat ik de lift instapte. Ik liep met al die tassen en op een gegeven moment was het best wel druk. En ik liep best wel snel, want ik loop van mezelf altijd heel erg snel. En op een gegeven moment komt er net een man voor mij springen met een dweil. En ik vloog gewoon. Ik viel zo hard op mijn knieën. Ik heb zoveel pijn. Maar het is oké. Hij voelde zich zo schuldig. En ik zei, het is oké. Hij voelde zich zo schuldig. En zo'n andere man aan de receptie deed nog heel boos tegen hem. Ik zei, nee, alsjeblieft niet boos worden. Het is oké, het is mijn fault. Terwijl het echt niet mijn schuld is. Hè, liefie? Ja. Gaan we naar Nusret? Ja. Jij gaat lekker eten? Ja. Nou, wij gaan dus nu naar Nusret. Ik ben even snel omgekleed. Ik laat jullie even snel zien wat ik aan heb. Ik heb... Wat heb ik? Een snoepje! Ja. Dat is lekker. Wat? Wat? Hij is helemaal bezig met... Ja, dat is leuk toch? Ik zei het toch? Ik kan er lekker spelen. Nou, ik heb een blouse aan die ik zojuist in Nishantasje heb gekocht bij Roberto. Roberto Nishantasje. Nou ja, deze broek is dus van de Zara die ik eerder aan had. En ik trek deze Prada boots aan. Want we gaan best wel veel lopen. Want we gaan misschien naar Nusret, gaan we misschien naar taxi. Nou, in ieder geval, ik heb geen zin om hakken of iets aan te trekken. Maar ik ben heel erg blij met deze blouse. Wat een drama hier. Moes, eentje komt naar Nusret en gaat slapen. Eentje komt naar Nusret en gaat slapen. Arda. Arda, wat is er? Stinkt het hier? Ja, zometeen komt die stank ook hierheen. Want ze gaan zometeen deze vlees gaan ze zometeen bakken. Kijk, ze gaan nu daarin doen. Kijk, doe normaal. Kijk. Zie je dat? Nou, wij zijn nu bij Zorlo Center beland. Mama van die kerstkraampjes. Het is gezellig. Gezellig hè, Arda? Zullen we even kijken hier? Wat ze hier hebben. Kom. Oeps. Nou jongens, wij hebben hier... 42. Hoe? 42? Jij hebt 47 nodig. 40 toch? Ja. Nou, Moes die is helemaal weg van deze Yeezys. En hier hebben ze dus allemaal originele schoenen. Je hebt kaartjes gekregen. Trek die maar ook uit. Goed zo. 2, 1. Kom, nee, die moet je aan papa geven. Papa! Wil je ook met water schieten? Oh nee, hij is aan het racen.
Goed zo, Max Verstappen. Een hele goede morgen. Vandaag is het dinsdag. Vandaag hebben we gewoon iets superleuks op de planning staan. Geneden. Vandaag hebben we iets superleuks op de planning staan. We gaan namelijk naar Kidzania. Hè? Jongens, hebben jullie er zin in? En vrienden van ons zijn ook hier. En hun kinderen gaan ook mee. Die kennen Arda en Zane ook heel goed. Ook uit Deventer. Dus we gaan met z'n allen naar Kidzania. Wij zijn één keer naar Kidzania geweest. En dat was in Dubai. De kids vonden het helemaal geweldig. En wij wisten niet eens dat hier in Istanbul ook een Kidzania zat. Superleuk. En daarna gaan we eten bij Zuma. Super veel zin in vandaag.